Vandaag ga ik je laten zien hoe je het beste filmpjes en foto's kunt maken met jouw Cornetopograaf. Een feature waarvan je waarschijnlijk wel wist dat die bestond, maar eigenlijk nooit gebruikte. Doodzonde, en ik ga je laten zien hoe je het maximale eruit kunt halen. Oké, vandaag gaan we het dus hebben over het maken van filmpjes en foto's op jouw Cornetopograaf. Ja, hoe saai kan een onderwerp zijn, aangezien we de meeste van ons al een spleetlamp hebben met een camerasysteem erop. En heel veel mensen gebruiken dan met een argument van ja, daar kan ik veel meer belichting en dan kan ik veel accurater kijken. En toch wil ik je laten zien wat de mogelijkheden zijn. Want ik merk namelijk aan mezelf in mijn eigen lenspraktijk dat ik steeds meer die camera-instellingen van die topograaf aan het gebruiken ben. En eigenlijk dat nog steeds doe met mijn spleetlamp en ook die camera daar natuurlijk op. Maar het begint bij mij steeds meer een plek te krijgen in mijn lenspraktijk. En dat wil ik jullie graag laten zien. Want ik denk naar de toekomst gericht dat we ook steeds meer van die Cornetopograaf daarmee gebruik zullen maken. En een van de redenen waarvoor ik dat denk is omdat we natuurlijk met een Cornetopograaf een standaardisatie hebben. Wij hebben met een spleetlamp kun je zoveel verschillende vergrotingen en de belichting op zoveel verschillende hoeken zetten, dat het heel lastig is voor software om daar iets uit te gaan halen. En op het moment dat je dingen gaat standaardiseren, zoals het met een topograaf is, daar staat altijd recht voor het oog met een bepaalde belichting op een bepaalde afstand, kun je waarschijnlijk dingen gaan automatiseren. En ik vermoed dus, en dat is echt een aanname, dus je hoeft niet gelijk te bellen van hey, wanneer gaat die feature komen? Helemaal niet van op de hoogte, maar het kan niet anders zijn dat we over een aantal jaren artificial intelligence in dit soort software krijgen. Op het moment dat wij al in de praktijk dingen weten te standaardiseren, dan kan computersoftware ons veel verder helpen met analyses maken of inschattingen maken wat bijvoorbeeld een hyperemie van een oog is. Maar dat even terzijde. Ik wil het filmpje vandaag ook niet te lang maken, dus ik ga zo dadelijk even schakelen over naar het scherm. En dan laat ik je zien hoe je even foto's en filmpje maakt. Niet dat dat heel spannend is, maar ik wil eigenlijk laten zien wat even de tools zijn en wat voor knoppen waar je aan kan zitten, zodat je een beetje beslagen ten ijs komt. Daar wil ik niet heel veel tijd in besteden. Ik wil daarna juist eventjes gaan kijken in de software, wat daar allemaal mee mogelijk is. Want daar zitten, als je gaat kijken naar de Phoenix software, al hele coole features in, wat je leven als specialist een stuk eenvoudiger en een stuk makkelijker gaat maken. Dus nogmaals, het lijkt een heel saai onderwerp, maar ik moet gewoon zelf eerlijk bekennen dat ik het steeds meer en meer in mijn eigen lenspraktijk op die manier aan het gebruiken ben. Dus niet, we gaan niet langer kletsen, we schakelen je even over naar het scherm. Nou, hoef je ook weer even niet meer naar mij te kijken. En we gaan even kijken hoe we in de software zo'n plaatje kunnen maken en waar we allemaal op invloed op hebben. Nou, daar zitten we dan in de software van de Phoenix, as usual zou ik bijna willen zeggen. Nou, ik heb al hem ingesteld zeg maar op video en dat kun je hierboven aan het menu doen. Ja, zoals we iedere keer hebben gezien, zie je aan de bovenkant ook video. En als je hem daarop zet, dan zal je lichtinstellingen van je topograaf iets gaan wijzigen, maar vervolgens zien we gewoon een beeld. En dan kunnen we hier al een aantal opties hebben. Dus we kunnen dus foto's maken, we kunnen films maken. Nou, en dat kunnen we een foto afdrukken door gewoon op de knop te drukken van die joystick. Eigenlijk werkt dat heel natuurlijk, zoals eigenlijk ook bij je spleetlamp onderhand werkt, mocht je daar ook een camerasysteem op hebben. Dat is eigenlijk niet het meest spannende. Zoals je ziet, mijn collega zit hier eventjes achter en ik probeer met mijn linkerhand dat allemaal een beetje scherp te houden. Maar er zijn een aantal coole features waar je aan kan draaien. En veel van ons weten dat niet. Die laten deze features allemaal links liggen, terwijl het heel interessant is. Kijk, je kunt bijvoorbeeld inzoomen. Daar staat hij nu op. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uitzoomen. En wat er dan gebeurt, dan gaat in dit geval de CSL Antares, die zoomt uit. Waardoor we eigenlijk een veel grotere oppervlakte van het oog te zien gaan krijgen. En daarmee kunnen we dus ook naar de oog en adnexa gaan kijken. Dus super interessant. Waarom? Omdat we ook straks beoordelingen kunnen doen over bijvoorbeeld die bulbaire conjunctivita en dat soort dingen. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar witlicht. We kunnen ook gaan kijken, wat heel veel mensen niet weten als je gaat naar de CSL Antares. Ga ik weer even inzoomen. En dan kunnen we bijvoorbeeld ook naar de fluormodus gaan. Met andere woorden, er zit gewoon een kobaltfilter in. Ja, niet dat we daar nu iets van te zien krijgen. Het valt weg, want ik heb geen fluorescein in het oog. Maar
Maar besef wel dat er fluorescine, als je dat erin doet, dat het natuurlijk met een kobaltfilter dat op gaat lichten. Maar automatisch doet de CSO Antares, zet er ook een geelfilter voor. En leer mij heel veel optiekzaken kennen die eigenlijk wel kleurstof in het oog doen. En met een kobaltfilter gaan kijken, maar nooit eens met een geelfilter. Terwijl dat geelfilter ervoor natuurlijk veel meer detail en veel meer informatie geeft. Dus dat doet de Antares al automatisch voor je. Nou, we kunnen ook naar traanministersmodus gaan. Als je daarop gaat klikken, dan zal de lichtinstelling zal weer wijzigen. He, dus zie je dat die anders qua vergroting gaat worden en de lichtinstelling wordt wat anders. Maar dat is voor een andere keer. Ik wil die gewoon even laten zien. Hoe goed je, wat je allemaal met je CSO Antares kan. Als we ook onderin gaan kijken, dan kunnen wij, als we willen, ik maak er eigenlijk nooit gebruik van, maar ik laat het wel even zien, dan kunnen we aan de onderkant, kunnen we ook zeg maar, de instellingen beïnvloeden. Met andere woorden, als je een beetje met fotografie bijvoorbeeld bezig bent, dan heb je wel eens iets over ISO-waarden gehoord en dat soort dingen. Daarmee kun je zeggen van, ik wil zeg maar minder ISO hebben. Dat betekent dat je eigenlijk scherper afbeelden gaat krijgen met minder ruis. Maar dat betekent wel dat je sluitertijd, zeg maar, van die lens langer open moet staan. Dus de kans dus is dat je sneller bewegende beelden gaat krijgen. Wat je ook kunt doen, is dat je met je Placido scherp, en dat zie je nu een beetje gebeuren, maar als je hier zou staan waar ik nu sta, dan gaat je Placido erin, die gaan veel feller worden, of die worden veel zwakker. En wat je ook ziet, als ik dus het dus in één keer heel fel maak, dan zie je dus dat de Phoenix software automatisch, zeg maar, de licht weer verbetert, de instellingen voor je aanpast. Kijk maar even naar de shutter. Als ik hem bijvoorbeeld kleiner maak, dan zie je dat die shutter ineens langer gaat worden. En ga ik hem feller maken, dan gaat dus een kortere sluitertijd gaat er komen. En zo kun je dat eigenlijk allemaal gaan beïnvloeden. Om je heel eerlijk te zeggen, ik gebruik dit vrij weinig. Je kunt ook nog manueel, als je wilt, de shutter gaan aanpassen. Ik gebruik het eigenlijk allemaal niet. Ik laat er vaak de instellingen zoals ze staan. Maar mocht je het willen, dan zou je dat kunnen doen. Het komt wel eens voor, en dan zoom ik eventjes uit. En dat is in dit geval niet echt het geval hoor. Maar dat er een stukje overbelicht is waar je wel geïnteresseerd naar wil kijken. Nou, dan zou je bijvoorbeeld de verlichting van je Placido ringen wat omlaag kunnen doen. En automatisch maakt de software dan weer een verbeterde versie van. Maar dan kun je wel meer detail krijgen. Maar dat komt echt heel, heel, heel incidenteel voor. Eigenlijk laat ik deze altijd zitten zoals het is. Ik heb je even dus heel kort laten zien wat je hier al mee kan. Dat je natuurlijk best wel wat mogelijkheden mee hebt. En natuurlijk, dat verhoudt zich niet tot wat je met een spleetlamp kan. Dus laten we alsjeblieft die discussie niet voeren. Maar we schakelen nu even terug weer naar Sander Real Life, zeg maar. Dat je mij wel weer gaat zien. Voor de mensen die me nu al gemist hebben. Hè, om naar mijn gezicht te kunnen kijken. Maar vervolgens ga ik je dan laten zien wat we in de software er allemaal nog meer mee kunnen. Nu we zien wat voor mogelijkheden we allemaal hebben met de camerafunctie in de CSO Antares, moeten we toch best wel concluderen dat het echt bizar is dat dat tegenwoordig allemaal in een cornetopograaf kan. En wat ik dus al tijdlang roep, mogen we een cornetopograaf dan ook nog wel een cornetopograaf noemen? Want eigenlijk is topografie nog maar slechts een onderdeeltje van wat het apparaat nog meer kan. Dus de meesten gebruiken het eigenlijk alleen maar voor die cornetopografie. Maar ik probeer je echt met dit soort dingen uit te nodigen om veel vaker voor andere dingen te gebruiken. Het is echt steeds meer een allround device die niet alleen maar in die lenspraktijk hoort. En zo ook weer deze feature. Beschik je niet over een spleetlamp met een camera, maar wel bijvoorbeeld in dit geval even over CSO Antares, ja, dan heb je een fantastische mooie feature in handen. En mocht je inderdaad een camera hebben op je spleetlamp, mind you, de resolutie in die topograaf is vaak vele malen hoger dan die van je spleetlamp. Dus dat zie ik ook dus in mijn eigen lenspraktijk. Ik heb een digitale camera op mijn spleetlamp zitten en dat ding is nog geen jaar oud. Maar eigenlijk maakt die Antares veel scherpere beelden. Dus het is af en toe ook heel uitnodigend om dat te gaan doen. Maar er zijn meer redenen om dat te gaan doen. En dat wil ik je eigenlijk laten zien in de software. Dus dat afrondend. Ja, met je spleetlamp kun je nog steeds meer instellingen en mogelijkheden hebben.
Maar ik wil je nog steeds uitnodigen om wel die feature, in dit geval de CSO Antares, te gebruiken. En waarom? Ga ik je laten zien. Dan gaan we even naar het scherm toe. En hier zien we bijvoorbeeld een aantal foto's die ik pas geleden gemaakt heb van een andere collega. Het gaat even om het idee. En dan zien we al hoe scherp die afbeelding is. En ik heb ook zo dadelijk wat filmpjes en foto's met contactlenzen erop, dat je echt kunt zien van, hey, het doet wel heel veel. Nou, als we hierin zitten, wat we hoeven te doen is dubbelklikken op dat plaatje. En dan gaat er eigenlijk een scherm open. En dan hebben we nog veel meer mogelijkheden en veel meer features tot onze beschikking. En daar zitten echt een paar coole bij, waarvan je waarschijnlijk niet wist dat die bestonden. Nou, om je een idee te geven, hierboven bijvoorbeeld zie je een groot plusje. En als ik daarop klik, dan activeer ik die. Maar ga ik dan vervolgens over het scherm heen, dan zie ik dat ik eigenlijk, en je ziet het al in het vierkantje aan de rechter. Er aan de rechterzijde staan, dan is de vergroting 3 maal. En dan zie je dat we best nog wel aardig een scherpte kunnen hebben en accuraat kunnen kijken. En dan zien we al dat deze persoon wat last heeft van bulbaire hyperemie. Maar we kunnen best wel er aardig op inzoomen. Zit er standaard al in? En dat kan alleen maar omdat die resolutie zo hoog is van die camera die in die topograaf zit. Nou, dat zou je eigenlijk eens moeten doen met de camera die op je spleetlamp zit. En dan zul je zien dat vaak niet eens zoveel van elkaar verschilt. Maar vaak dat de topograaf nog een scherper plaatje geeft dan een spleetlamp. Maar goed, dat even tezijde. Vervolgens zie je ook nog meer dingen. Je zou bijvoorbeeld ook afstanden kunnen meten op 2 verschillende manieren. Ik kies altijd de onderste. Je kunt dat doen. Hè. Ik ga nu even heel lomp te werk hoor. Je kunt dat doen. Dan klik je erop. Dan komt er een lijntje. En dan klik je op de andere. Komt er een lijntje. Dan komt het hier te staan. 2 plusjes. Ik vind eigenlijk altijd lekkerder. Klik ik erop. Dan komt er een rechte lijntje. En aan de andere kant het rechte lijntje. En dan komt dan eigenlijk gelijk automatisch, in dit geval even wat ik probeer even kort en bondig vast te leggen, die Kornedimeter tevoorschijn. En zo kun je heel mooi dingen inzichtelijk maken. Ga ik er nou met mijn muis overheen, hoever ik daar, dan kan ik op dat moment rood is, kan ik op mijn rechter muisknop klikken. En vervolgens kan ik dat ook weer heel makkelijk verwijderen. Nou, heel cool, meerdere topografen hebben dat. Maar dit zijn allemaal wel dingen wat je ter plekke vast kunt gaan leggen. Een andere coole feature is, ja, je kunt allemaal verschillende vormen erop gaan maken. Ik maak vooral vaak dan gebruik van de vorm van de rechthoek. Maar je zou kunnen zeggen van, hey, er zit bijvoorbeeld stening of zit bepaalde andere dingen. Je kunt eigenlijk daar een kader omheen zetten. Je kunt ook nog eens een keer een tekstvakje erbij zetten. En daar kun je nog eens een keer bijvoorbeeld bij zetten. Ik roep maar wat even. Bulbaire hyperemie. Moet ik wel het goed schrijven natuurlijk. Zo, oké, hyperemie. En vervolgens staat het er dan. Die kan ik dan ook weer met het pijltje verplaatsen. En al dat soort dingen kan ik doen. Ga ik het weer rood maken zoals nu dat vierkantje rood is. Rechte muisknop. Ga ik over bulbaire, rechte muisknop. En het is weer weg. Zo kun je heel makkelijk heel veel dingen op dat scherm kwijt. En wat ik dus zelf doe in de praktijk, en daar kun je vanuit gaan of niet, maar ik vind dat dus heel handig. Ik ga eigenlijk dit allemaal in mijn Phoenix software opslaan. Dus wat ik doe, ik vind namelijk dat de meeste, maar eigenlijk alle software die wij in de praktijk gebruiken, onze optieksystemen, zijn heel mooi voor brillen, glazen en voor brillen. Maar op het moment dat we naar de optometrie of de lenzenkant gaan, zijn het vaak toch wat uitgeklede versies. Ondanks dat ze ons proberen mogelijkheden te geven, sluit het vaak niet aan met wat wij in de praktijk doen. Dus ik heb eigenlijk altijd in mijn tekstveld, ga ik bijvoorbeeld graderingen, ga ik eigenlijk niet meer opschrijven. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de software, want dat zet ik hierin vast. En waarom doe ik dan die graderingen hierin? Dat ga ik je laten zien. En dit is een coole feature. Maar voordat ik die ga vertellen, is het heel belangrijk dat je wel op dat moment van de juiste Phoenix software gebruik maakt. En als je hier naar rechtsboven gaat en je klikt op de i, dan zie je dat ik gebruik maak van de versie 4.0.1.8. Die feature die ik nu laat zien, zit alleen nu in deze versie. Dat is de allerlaatste versie. Dus hou daar rekening mee. Er zijn meerdere versies 4 inmiddels in omloop. Maar dit is de allerlaatste en die feature heb je dan. Want als je hier aan de onderkant gaat kijken, dan heb je dus eigenlijk een graderingssysteem. Eigenlijk de Efron Grading Scales, die zijn helemaal tot je beschikking hier. En dan kunnen we bijvoorbeeld eens kijken, in dit geval noemen we het dan maar conjunctivale roodheid. Ik noem het dan bulbaire hyperemie. Je kunt er verschillende namen allemaal voor geven. Maar als ik
hier dus op klik, dan zie je gelijk het plaatje waar het, wat het betreft. Het plaatje wat ik allemaal zelf gemaakt heb. En je ziet bijvoorbeeld die grading scale zie je hier naast voorbij zitten. Nou, voor nu zou ik zeggen, joh, het is een gradatie 2. Die klik je aan en je ziet hier direct, zie je dat op het scherm erbij komen. Zeg ik van, nou, ik zie ook nog bijvoorbeeld eventjes infiltraten. Zien we niet, maar stel eventjes. Ik zeg, nou, heftige infiltraten. Die klik je aan en die komt er gelijk allemaal bij. Dus je kunt er notities bij maken. Je kunt het op die manier graderen. En dat is echt wel ideaal. Ja, en dan hoor ik heel veel mensen, misschien alweer denken van, ja, maar Sander, als ik bijvoorbeeld naar die conjunctief aan de rood ga kijken, het is graad 1, graad 2, graad 3. Ja, dat zijn lekkere grote stappen. En er zijn namelijk mensen, en laat mij dan maar even mijn gevoel spreken, die zijn in staat om iets, een gradatie 1.3 of 1.5 te geven. Nou, mijn persoonlijke mening is daarmee dat dat gewoon onzin is. Dat is maar net hoe je pet staat, hoe je gradering is. En ik denk dat je gewoon een grotere stap moet maken. En als we in de 1.5, 1.3 zitten, jongens, even tussen jou en mij gezegd, als je mensen in je omgeving hebt die dat doen, je moet ze eigenlijk stilletjes een beetje uitlachen. Ja, dat zijn mensen die quasi interessant willen doen. Ja, want je kunt nu deze gradatie maken. Je kunt morgen opstaan en je kunt er toch nog iets anders van gaan vinden. Dus het is zo subjectief. Dus ik ben heel erg fan om dat in grote stappen te zetten. 1, 2, 3 of 4. En bij 2 moet je echt opletten. Dat soort dingen. Moet je er iets mee gaan doen. Maar dat gezegd hebbende, en dan kom ik even weer terug op de feature die, nou ja, waarvan ik denk dat dat gewoon een kwestie van tijd is dat het gaat komen. We zien al met bepaalde software die in de markt leverbaar zijn, niet voor topografie, maar echt software stand-alone, dat veel te kostbaar nog is. Maar dat gaat straks een weg wel vinden naar de topografenwereld en de mogelijkheden daarin. Dat je artificial intelligence hebt. Je gaat natuurlijk straks wel echt een plaatje hebben. Dit is op een vaste afstand. Dus je hebt een bepaald groot gebied en dan ga je gewoon artificial op los kunnen laten. En dan kun je automatisch een gradatie kunnen laten geven. Dat is er nu niet. Dat zal echt nog wel even duren. Maar je ziet, Google maar eens. Je ziet het zo langzamerhand steeds meer gaan komen in standalone software. En dat is echt te kostbaar en veel te omslachtig. Maar dat gaat zijn weg gewoon vinden eigenlijk naar die topografen. Dus vandaar dat ik ook van mening ben dat we dit veel vaker moeten gaan omarmen. Ik zie dat eigenlijk gewoon nog niet echt gebeuren in onze spleetlampen met camerasysteem. Omdat wij als specialist veel te veel instellingen kunnen doen. Er is eigenlijk geen standaardisatie en dat is geen aanval. Maar want af en toe wil je graag die spleetlamp gebruiken omdat je toch net even beter wat dingen kunt bekijken. Gaan we geen discussie over voeren. Maar over hyperemie en als je in een praktijk werkt waar meerdere mensen werken en je wil het graderen. Ja, als je dingen gaat standaardiseren, en dat kun je met een aantal dingen kun je dat zeker doen, dan kan een computer dat voor ons doen. En dan is het gewoon heel objectief. En of jij nou achter het apparaat zit of je collega, allemaal praten we dezelfde taal. Want daar schort het gewoon momenteel wel aan. Maar dit is dus al een hele coole feature dat je dat eigenlijk allemaal kan. En ook hetzelfde geldt hiervoor. Hè? Ga ik er met mijn muis overheen naar die gradaties. We hebben dus niet te maken met die infiltraten. Nee, het is weer rood. Dan klik ik op de rechter muisknop, verwijder meting en weg is het. En vervolgens kan ik hem sluiten. Nou, wat ik ook al zei, ik zal het even laten zien met filmpjes bijvoorbeeld. Ik heb hier een filmpje gemaakt met een contactlens op het oog. Als ik daar dubbel op klik, opent hij. En dan zie je eigenlijk hoe scherp dat is en hoe mooi dat is vastgelegd. Ja, en ga dat nou eens vaak eens spiegelen ten opzichte van je spleetlamp met camera. Dan kom je gewoon regelmatig erachter dat zeg maar de topograaf het toch echt wel wint. Op het moment dat je hem aanzet, je ziet ook het licht van een topograaf komt helemaal rondom. Dus niet echt zeg maar bij een spleetlamp van een bepaalde richting. Dat geeft wel een iets ander beeld. En wat bedoel ik daarmee? En als we naar dit plaatje gaan kijken, dan zie je rondom hier in iets van schaduwtjes zitten. Dat zegt niks over een edge lift en dat soort dingen. Helemaal niks. Maar rondom komt het licht. Dus rondom gaat er ook een beetje schaduw bijvoorbeeld op die iris zeg maar, vallen. Omdat je natuurlijk te maken hebt met een voorste oogkamer. Nou, dat soort dingen moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar je kunt perfect zien hoe dat eigenlijk allemaal werkt. We gaan eventjes terug. Gaan we deze even afsluiten. Zo, en dan komen we weer terug in het scherm.
Zo kunnen we ook bijvoorbeeld naar fluorescine kijken. Zo zie je, dit is even een fotootje. Zo zie je dat we dus weer ook fluorescine erin hebben gedaan. En je kunt perfect eigenlijk zien bijvoorbeeld na een passing. We kunnen dat ook met bijvoorbeeld een filmpje doen. Nou, hier heb ik het filmpje gemaakt dat het fluorescine al iets uit het oog was. Maar goed, ik zal je even een idee geven hoe dat er dan uitziet. En vervolgens zie je eigenlijk heel mooi hoe dat allemaal er is. En voor de kenners onder ons, die zien dat ik hier in dit geval even een daytime contactlens op heb gepast. Ja, je moet toch je afkomst af en toe niet verloochenen. Nee, maar dit is wel wat we daarmee allemaal inzichtelijk kunnen maken. Dus we kunnen heel mooi passingen inzichtelijk maken. Ja, jongens, ik denk dat we het gewoon veel vaker moeten gaan omarmen. En ik hoop je bij deze ook meer inzicht hebben gegeven wat mogelijk is. En je ook gewoon geënthousiasmeerd te hebben om het daadwerkelijk in de praktijk vaker toe te gaan passen. Oké, dit was dan weer het filmpje voor deze week. En ik hoop dat ik je heb kunnen enthousiasmeren en kunnen motiveren om vooral de camerafuncties van je cornettoopgraaf te gaan gebruiken. Ja, en eerlijk is eerlijk, het vervangt natuurlijk niet helemaal je spleetlamp. Laten we die discussie niet gaan voeren. Maar het heeft zeker zijn plekje. En ik denk naar de toekomst gericht dat het steeds meer zijn plek zal gaan krijgen. Want ik ben echt ervan overtuigd dat over een x aantal jaren we gewoon artificial intelligence in dit soort software hebben. En dat we automatisch heel veel dingen kunnen gaan graderen. En dat gaat ons leven nog veel makkelijker maken. Mocht je dit nou een leuk filmpje vinden, dan zouden wij het weer leuk vinden dat je dat laat zien. Met dat duimpje natuurlijk, hè. En mocht je nou nog suggesties hebben van, joh, het zou ook wel cool zijn als er daar eens een filmpje van kan komen. Laat dat dan even onder in de comments achter. Zouden we hartstikke leuk vinden. Stuur even een mailtje naar Optiek XL. Dat komt dan ook gewoon wel bij mij terecht. En dan ga ik kijken wat voor invulling we daaraan kunnen geven. Mocht je nou hiervan ook niks willen missen. Hè, dan kan me natuurlijk voorstellen dat je zegt, Sander, ik wil echt meer van jou te zien krijgen. Nou, ga dan altijd even abonneren. Je kunt hier op de knop hieronder, kun je gaan abonneren. En als je dan ook nog eens een keer op het belletje klikt, dan krijg je iedere keer een notificatie wanneer er een nieuw filmpje online staat. Dus dan hoef je ook allemaal niets meer te missen. Nou, wij gaan dus ook weer druk door met het maken van nieuwe filmpjes. Jullie gaan waarschijnlijk ook weer druk door in de praktijk. En dan zien we elkaar weer volgende week.